Naar mijn mening is die ratio met name gelegen in het feit dat door het octrooirecht innovatie wordt gestimuleerd. En het stimuleren van innovatie brengt met zich mee dat de economie wordt gestimuleerd. Dat is goed voor ons allemaal. Je kunt aan voorbeelden denken, simpele voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan in de tijd de uitvinding van de zeilplank. Dat heeft een hele nieuwe industrie gecreëerd. Maar niet alleen is het octrooirecht denk ik goed voor het stimuleren van de economie. Maar het octrooirecht dat zich bezighoudt met het bedenken van oplossingen van problemen. Heeft ook andere en misschien nog wel grotere voordelen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld, men hoeft maar te denken aan het gebied van de geneeskunde. Om te weten wat voor vooruitgang kan worden geboekt wanneer bepaalde mensen, industrieën zich ertoe zetten om problemen die we hebben, ziektes die we niet kunnen genezen, om die problemen op te lossen. Daarvoor is vaak heel veel geld nodig. En dat geld kan er alleen maar komen wanneer zo'n oplossing is bedacht, men ook zijn investeringen kan terugverdienen.